Homo's hebben nooit enige interesse in mij gehad. Mis niks. Abonneer je op ons kanaal en je krijgt als eerste een seintje bij een nieuwe podcast. En ik was wel lichtelijk teleurgesteld daarover. Want mijn zwager namelijk, nou, die kon ze niet van zich afhouden werkelijk. Nee, dat was ongelooflijk. Als mijn zwager met vakantie ging, ik weet niet. Het leek net alsof hij een speciale attractie aan boord had. Het Van Rossum, kunt u mij horen? Dit is een vraag die is van iemand anders. Die gaat over Rob de Wijk. Goedenacht, mijn naam is Erik van Straten uit Haarlem. Ik ben beeldend kunstenaar. En ik heb een vraag aan meneer Van Rossum. Wat hij vindt van de podcast van Boekenstein en de Wijk. Ik vind dat heel inzichtgevend. Maar misschien heeft meneer Van Rossum daar een ander idee over. Ik moet zeggen, daar luister ik dus niet naar. Maar dat zegt niks, want ik luister naar geen enkele podcast. Bevreesd natuurlijk als ik ben voor beïnvloeding en plagiaat. Het is levensgevaarlijk naar mij. Ik weet niet of de podcast plagiaat bestaat, maar bij wijze van spreken. Ik heb zelf nog eens heel prettig aan een van die podcasts meegewerkt. Ja. Het zijn allebei in principe hele verstandige lieden. Ik vind de rol die Rob de Wijk nu speelt met van kalm aan, rustig. Zorg dat de NATO niet in conflict raakt met de Russen. Dat lijkt me allemaal zeer zinnig en volkomen juist. Er zijn allerlei houdegens die beweren, moeten dan meteen de keihard tegenaan en zo. Nou, mogen God ons daarvoor bewaren. Dus wat hij zegt in strategische zin over het conflict en onze rol daarin lijkt mij prima. En hij legt het goed uit. Ik zie hem ook heel vaak bij RTL. Hè, dan vragen ze hem en hij weet het goed uit te leggen. Hij is verbonden aan dat instituut in Den Haag. Hè? Ja, ik geloof dat hij dat zelf heeft opgericht. Dat heeft hij zelf opgericht, inderdaad. Ja, ja, en de Wijk die gaat nu iets meer in op de geopolitieke zaken. Maar Rob de Wijk doet het erg goed. Ja, volgens mij zegt hij wat elk verstandig mens die er iets van af weet zou zeggen. Ik heb een vraag, zegt Suzanne. Zou een coup door het Russische leger een oplossing zijn voor de oorlog in Oekraïne? En dat Poetin dan wordt afgezet. Durven de Russische soldaten dat aan? Nou, ik zie dat niet 1, 2, 3 gebeuren. Omdat natuurlijk ook de militaire omgeving van Poetin waarschijnlijk zo uitgewied is. Dat die risico's tot het absolute minimum beperkt worden. Ik zie dat niet gebeuren. Overigens heb je allerlei mensen die natuurlijk in de afgelopen maanden hebben gezegd, zou het niet prima zijn als die Poetin eens dood was, hè? Van de trap blazerde door zijn vriendin in het s'nachts, niet waar, als Holofernes zou worden onthoofd, bij wijze van spreken. Ik ben daar nog niet zo zeker van of dat, daar hebben we het al een keer over gehad, namelijk de hele thematiek dat Rusland, ook als we over de afgelopen 2 eeuwen kijken, of misschien zelfs langer, nimmer in staat is geweest tot de organisatie van een enigszins betrouwbaar, burgerlijk, liberaal en democratisch regime. Het zijn altijd tijdelijke ontwikkelingen geweest. En dan denk ik, we hebben het erover gehad. En denk, eindelijk normaliseert dat gruwelijke klote land. En dat gaat altijd fout. Ja. Poetin zelf is een schoolvoorbeeld van het feit dat ze op een goed moment, je ziet het treintje wegrijden. En dan zie je in de verte dat hij ineens een wissel neemt en de verkeerde kant op gaat. En je roept nog niet doen. Nou ja, het helpt niet. Oké, dan met deze nog. Ik weet niet of Rusland structureel in staat is om een democratisch land te worden. Ik geloof het eerlijk gezegd niet. Maar moeten dat willen? Wat we ze helemaal niet hebben besproken is de enorme uittocht van Russische intellectuelen. Die natuurlijk die het daar niet uithouden in dat klote land. Ja, naar Israël onder andere zag ik. Ja, vooral veel IT'ers begreep ik. Mensen die natuurlijk de zekerheid hebben dat ze in het Westen zonder al te grote problemen redelijk betaald aan de slag komen. Ja. Deze nog even. Ik had zojuist de film Ukraine on Fire bekeken. Een film uit 2016. En dat gaf naar mijn mening wat meer inzicht op de achterliggende situatie waarin Oekraïne zich had bevonden de afgelopen jaren. En ik
vroeg me af wat de mening was van Maat van Rossum. Indien hij al zich erover had uitgesproken, zou ik wel kunnen, zou ik wel willen weten welke aflevering dat was van de podcastserie. Of ik dat zou weten. Ja, ik heb geen idee, want ik heb het begin van de vraag niet verstaan. Nee, ik weet ook niet. Oh, jij weet ook niet wat het begin van de vraag is. Hallo, ik had zojuist de film Ukraine on Fire bekeken, een film uit 2016. Oh, hij heeft een film gezien, maar die hebben wij niet gezien. Meer inzicht op de achterliggende situatie waarin Oekraïne zich had bevonden de afgelopen jaren. Daar gaat het dus over. Daar vroeg hij zich af. Nou ja, de Oekraïne is bepaald geen perfect land. Dat kun je moeilijk beweren. Het is ook een enorm corrupt land. En daar functioneren ook allerlei dingen totaal niet. En eigenlijk die Zelensky, die natuurlijk een enorme held geworden is door de rol die hij nu speelt. Daar was iedereen eigenlijk ongelooflijk ontevreden over. En ik geloof ook dat zijn electorale steun voor een belangrijk gedeelte weggesiepeld was. Maar ja, hij heeft het fantastisch gedaan tot op heden. Blijkt een voortreffelijk. Hij heeft kennelijk ook een goede speechwriter, denk ik. Maar spreekt goed Duits ook, zag ik. Want hij heeft de Duitse Bundestag ook toegesproken. Ja, nou kijk, het blijkt een man van onverwachte talenten te zijn. Kennelijk een vrij bekwame acteur toch. Hè? Dus hij heeft zijn kans gegrepen, om het maar even zo te zeggen. Om Hamlet van het toneel af te spelen. Maar toch is er in Oekraïne iets wat in Rusland er niet is. En dat is die link met het Westen. Met het feit dat er toch ook een deels een andere nationale traditie is. Dan kun je zeggen, ja, dat is de westelijke Oekraïne. Alles ten westen van de Dnieper, zal ik nou maar zeggen. Maar toch, ja, Oekraïne heeft naar mijn gevoel, als ik wat ik er van gelezen heb, nogmaals, ik ben helemaal geen deskundige, toch het idee dat democratie mogelijk zou zijn. Een oriëntatie op het Westen. Op het besef dat die mythologische praten over het grote eeuwige Rusland en het Russische imperium en alles wat daar wel bij hoort. Dat is daar minder sterk naar mijn idee. En heeft natuurlijk, de Oekraïne heeft een wat afwijkende geschiedenis. Zelensky zei ook tegen al die ondernemers, die boeren ook, gewoon doorproberen te werken. Hè, doorproduceren, zodat we nog wat kunnen verdienen. Ja, hartstikke moeilijk, begreep ik. Ja. Maar als je toch die Russen bent, dan probeer je hem toch meteen te pakken te krijgen, dat hij die filmpjes niet meer kan maken. Hè, dat schijnen ze wel geprobeerd te hebben. Dus. Ja, maar hij zit wel nog steeds... Volgens mij heb ik al twee keer gelezen dat er een aanslag op hem was gepleegd, ja. Of een poging tot. Maar ze moeten hem toch kunnen bereiken, hè? Dan gooien ze toch een bom ergens op zo'n gebouw waar die zit. Dan moet je wel weten waar die zit natuurlijk. Ja. Zou die nog echt in Oekraïne zitten? Nou ja, er zijn allerlei technieken. Ik weet niet of het is een beetje een rare vergelijking. Maar Saddam Hussein die had in heel Bagdad, ik geloof, een hele reeks van een soort van, hoe heet het, campers staan. Of hoe heet die stomme dingen, caravans. En die sliep elke nacht ergens anders. Ja, dat kan hij ook doen, elke dag ergens anders slapen. Ja, dat is waar. Overigens, dat regeringsgebouw wat ik zag, dat moet ook een hele solide kelder hebben waar je in terug kon trekken. Ja. En misschien ook kelders waardoor je weer in verbinding staat met andere kelders. Aanstaande dinsdag 5 april, dan is er weer een live podcast in Tivoli-Vredenburg. We praten dan onder andere over de oorlog in Oekraïne. 2 uur lang, vanaf 8 uur 's avonds. Er zijn nog een paar kaartjes. Via het linkje in de beschrijving kun je die bestellen. En dat gaat onder andere zo. Ja, hier helemaal boven. Nog hoger. Ja. Nog hoger. Nog hoger, helemaal boven. Nee, ik heb een vraag. Kijk, want we zitten hier met z'n allen natuurlijk de hele tijd lekker te lullen. Oh ja? Gezellig te ouwe hoeren. Maar ik vroeg me af, wat vindt u er eigenlijk van dat een heel groot deel van de maatschappij niet eens in staat is om bijvoorbeeld zijn eigen elektra aan te leggen en de tekorten van de mensen die dat soort dingen uitvoeren en hoe we dat kunnen oplossen? Even denken. Want als ik het goed heb begrepen, hoe komt het dat mensen hun eigen elektra moeten aanleggen? Nee, het gaat er vooral om dat er... Er is een heel te groot tekort in Nederland aan mensen die met praktische eigenschappen. Dus mensen die een elektra... Ja, nee, dat zeker. Ja. Ja, dus dat was mijn punt. Ja, kwam bij mij een meneer, die kwam naar de cv kijken. En die zei, ja, meneer Van Rossum, iedereen wil maar dokter anders worden. En cv-monteurs kan ik niet krijgen. Want als ze geen dokter anders worden, worden ze dierenverzorger. Of fotograaf, of kunstenaar, of weet ik allemaal dingen waar je geen zak aan hebt in principe.
Althans, als je op de arbeidsmarkt actief wil worden. En dat is op zichzelf volkomen juist natuurlijk. Al moet ik zeggen dat mijn cv in de loop der tijden alsmaar kleiner en kleiner is geworden. Toen ik het huis kocht, was het een machine waarmee je een fabriekshal zou kunnen verwarmen. En toen de tweede, die was ongeveer de helft. En de derde, die is daar weer de helft van. En ik ben nu heel benieuwd of het tenslotte zo'n soort van blokje krijgen waarmee je het hele huis kunt verwarmen. De technologie die ontwikkelt zich wel in een relatief hoog tempo. Het is een ongelooflijk probleem in Nederland dat we op alle niveaus van techniek hebben we veel te weinig mensen. En dat komt natuurlijk omdat we deels verwend zijn en deels geen zin hebben om iets te leren. En ik heb het aan mijn eigen kinderen gezien. Zodra ze de kans kregen om die beta vakken op te doeken, hebben ze dat gedaan. Frans vloog eruit. Ik geloof natuurkunde. Nou, je kon een heel pakket krijgen waar je helemaal niks hoefde te leren. Dat moet je ook onmiddellijk afschaffen. Ik heb ook zeer conservatieve ideeën over onderwijs. Namelijk de discipline terug in de klas. Hou op met die chaotische klassen waar allemaal maar door elkaar lopen. En pas op eigen gelegenheid naar de wc gaan. Daar ben ik geen voorstander van. Ja, als je naar de wc wil, dan moet je eerst een kwartier met je vinger omhoog zitten. Dan is het feest dan wel weer gezakt. En bovendien schaf die profielen af. Geef mensen niet de gelegenheid om idioot makkelijke profielen te doorlopen, waarmee je dan zonder eigenlijk enige serieuze inspanning, ga ervan uit dat ze een IQ hebben van boven de 100, van die scholen afkomt. Want dan ben je al natuurlijk, je hebt jezelf al gedelegitimeerd voor elk vak waar je iets ingewikkelds moet doen. Ik heb mijn eigen chef, zal geen namen noemen, die een beroemd historicus was, wel eens proberen uit te leggen dat je met een X-as en een Y-as, dat je dan een functie kon laten zien hoe die ongeveer verloopt. En nou ja, dat soort van dingen. En dan zei hij altijd zo, oeh, dat wil ik niet weten, ik begrijp het niet. Ja, dan zal wel hoogleraar in de geschiedenis. Ik vond dat eigenlijk enorm beperkt. Het gekke is dat beta's in het algemeen een hele constructieve en leuke belangstelling hebben voor alfavakken. En dat juist bij de alfa's, niet waar al deze gepatenteerde nikswetters, dat die een soort van dédain hebben voor mensen die het interessant vinden hoe een auto in elkaar zit. Of waarom een vliegtuig vliegen kan. Of waarom het Pluto wel of niet een planeet is. Zal ik nou met een laatste vraag, daar lig ik niet wakker van, moet ik u zeggen. Maar goed, het is toch een... Ik vind dat heel gek. Ik heb dat altijd heel gek gevonden. Dat is ook het lollige van Dijkgraaf. Dat hij weliswaar een van de grootste Nederlandse natuurkundigen is van de afgelopen halve eeuw. Hoewel we er een hele reeks gehad hebben overigens. Maar dat hij is ook 2 jaar naar de kunstacademie geweest. Naar de Rietveld in Amsterdam. En dat trekt mij aan, dat idee. Hè? Dus dat hij niet zo iemand is. Ja, als je tegen mijn chef zei, ja, de vraag naar aardappel is niet elastisch. Nou, dan denk ik, van hou erover op. Terwijl dat heel interessant is om te weten natuurlijk. En ook nogal voor de hand liggend ook. Dat naarmate de prijs ver naar beneden gaat, gaan mensen niet meer aardappelen eten. Eventjes wel, maar daarna niet meer. Hoe kwam ik aan de elasticiteit van aardappels? Boeiende materie op zichzelf. Ik vind de verhouding tussen alfa's en beta's ongelukkig. Ik vind met name de alfa's moeten zich meer inspannen om, laten we zeggen, beta-interesses. Nou, niet dat die hoeven helemaal geen natuurkunde te gaan studeren of zo. Maar dat je een beetje weet wat er gaande is en hoe dat in elkaar zit en of dat belangrijk is, ja of nee. En dat je niet van, daar wil ik niks mee te maken hebben. Ik zou apetrots zijn geweest. Niet dat ik nu ook niet apetrots ben op mijn kinderen, maar... Ik had wel lollig gevonden als mijn zoon naar het Princeton Institute for Advanced Study was geroepen. Dat zit er nou niet zo in, ik ook niet, kan ik u wel verzekeren. Ik heb wel beta gedaan op de middelbare school, maar ik was een hele matige beta-klant. Maar ik had altijd wel een geheime bewondering voor echte beta's. Want dat is een heel ander slag, kan ik u verzekeren. Mijn beste vriend was een echte beta. En dan zat je er bij wiskunde, dan kwam er een nieuw hoofdstukje, differentiale, integraal of goniometrie, weet ik veel. En dat viel mij altijd, hij begreep het meteen, in een flits. Zo moest het zijn en niet anders.
Terwijl ik er 2 dagen over nodig had om thuis uit te puzzelen dat dat misschien wel zo zou kunnen zijn. Of dat het een heel interessante functie was. Maar ja, zoiets dergelijks. En mij irriteerde dat wel. En ik moet u zeggen, toen ik klaar was met het werk, toen dacht ik, ik moet ook iets zien te verzinnen boven als ik gepensioneerd ben. En toen vertelde ik aan mijn kennissenkring dat ik van plan was om wiskunde te gaan studeren. Om te laten zien dat dat ook kon. Ik heb zelden mensen zo hard zien lachen als die avond. Dus ik heb er toch van afgezien, moet ik zeggen. Ja. Wie heeft hier nog een vraag? Kijk, hier. Hoi Maarten, ik ben Ruben. Ik geef burgerschap aan studenten die hier net zijn komen wonen uit Syrië, Eritrea, Somalië. En wat zou nou echt een kernwaarde van Nederland zijn die vanuit u belangrijk zijn voor deze mensen om te weten over Nederland? Kernwaarde. God, dat is even wat zeg. Ik weet het niet. Ik zou zeggen, Nederland is een was een uniek land. 400-500 jaar geleden waren wij een uniek land. Dat zijn we nu in allerlei opzichten al lang niet meer. Het unieke van de Republiek was toch dat op zichzelf is die natuurlijk geboren uit verzet tegen de Spanjaarden. Verzet tegen de geloofsdwang van de Spanjaarden. En het feit dat de Habsburgers alsmaar de belasting verhoogden, waren we ons ook niet populair in die tijd. Maar ik denk dat de kernwaarde van de Republiek vooral is geweest dat na de 80-jarige oorlog, die overigens vrij gewelddadig was, kan ik u verzekeren, er is veel over gepubliceerd. Misschien kunt u de media ook weer eens tippen. Dat vond ik al bij dat programma over Nederland door de eeuwen heen. Dat begon met zo'n karos die over het strand reed, als ik het me goed herinner. Dat was de promo. Karossen reden nooit over het strand. Hè. Je zakt weg. Deze is ook weggezakt, maar dat lieten ze niet zien. En dat is de televisie ten voeten uit. Hè. Dat er helemaal links buiten camerabeeld iets volledig fout gaat. Zo ongeveer. Kernwaarde. Ja, kernwaarde. Ja. Nederland was bij uitstek toch een van de eerste burgerlijke republieken. He, onze hoogtij is natuurlijk dat we een republiek waren. Ongelukkigerwijs hebben we dat beëindigd, dat proces. Ik ben er ook van overtuigd dat als we er weer een republiek van maken, dat we 2 keer zo rijk worden als we nu zijn. Ja, ik zie dat u dat niet gelooft, maar je zult het zien dat het zo is. En ik zou de kern van de Nederlandse Republiek en ook de Nederlandse geschiedenis is burgerlijke redelijkheid. Want die Republiek was natuurlijk helemaal niet echt democratisch. Dat was een regentenpatriciaat, wat ook niet altijd even gezellig was. Maar dat regentenpatriciaat was altijd beter dan bijvoorbeeld een religieuze dwang. Hè? Een land wat door een geloof gestuurd wordt of een dynastieke dwang. Hè, dat je voortdurend aan het veroveren bent. Denk aan die Poetin. Toevallig nou niet een koning of zo. Maar in feite wordt die gestuurd door een soort waan over wat Rusland zou moeten zijn. Althans, dat is mijn indruk. Dat is de kernwaarde van Nederland. Burgerlijke redelijkheid. En dan moet ik zeggen dat je de laatste jaren wel een beetje van je koers raakt als je kijkt naar de Nederlandse politiek of de Nederlandse politieke discussie of de sfeer in Nederland, dat je denkt, waar is de burgerlijke redelijkheid? En dan bedoel ik niet allemaal geweldig intellectueel gelul, want daar heb ik verder niet zoveel mee. Bij Bas Heijnen denk ik altijd, Bas, als het allemaal niet goed is, schrijf dan eens een boek hoe het moet. Maar dat doet hij nooit. Maar dat zou het moeten zijn. En natuurlijk de kern van alle populisme is dat het onredelijk is. Dat het in strijd is met alle vormen van redelijkheid. Dus wel te begrijpen waarom ze het doen en waarom ze het zeggen en waarom ze opstandig zijn, dat is allemaal heel goed begrijpelijk. We hebben in Nederland natuurlijk de onderkant van de bevolking in de afgelopen 25 jaar hebben we de onderkant verwaarloosd. Met de bovenste 30% gaat het geweldig. Met de middelste 30% ook heel behoorlijk. We zijn een van de allerwelvarendste landen van de Europese Unie. We zitten altijd in de top 5. Maar de onderkant hebben we verwaarloosd, ja. Zeker. Ga kijken in Wageningen, de Stationstraat. Weet je, shabby boel. Je hebt in Nederland ook shabby buurten. Dat je denkt van, ja, daar ziet alles er
aanmoedig uit. Ik begrijp ook niet, die gemeentebestuur gaat hier in Overvecht kijken. Overvecht is gebouwd als een dure wijk met dure appartementen. Veel van mijn kenners, als ze net afgestudeerd waren, gingen in Overvecht in een appartement wonen. En daarna ging het zo goed, tandartsen, medisch specialisten, al die lui die de gebraden duif in de mond vlogen. Ja. Maar Overvecht is verwaarloosd en wordt ook door de gemeente verwaarloosd. Als je daar langs rijdt of gaat kijken, dan zie je al die grasvelden zijn afgetrapt. De wipkippen zijn dood. De schommels zijn gebroken. De boompjes zijn kapot geknakt. De mensen gooien een oude matras gewoon over het balkon naar beneden. Dat kost helemaal niet veel om dat aan te pakken. En dat werkt geweldig. Dat is de bekende mop van het verlaten fabrieksgebouw. Waar nog ramen in zitten en dan gooit één iemand één raam kapot met een steen. En in een week zijn alle ramen kapot. Terwijl als die eerste meneer het niet had gedaan, was het misschien langer intact gebleven. En dat begrijp ik van de gemeente Utrecht. Die geld zat heeft, dat is het probleem niet. Dus die zou daar iets aan moeten doen. En dus je kunt op het laagste niveau al, niet waar, kun je simpele maatregelen nemen die effect sorteren. We hebben nog één hele korte vraag van een paar mensen die dat via de socials hebben ingestuurd. Gaat Maarten nog een keer meedoen aan Boerderij van Dorst en wil hij dan wel wat doen? Is nee, een van de vragen. Nee. Want het hutje is omgewaaid. Ik wil dat graag even uitleggen. Ik werd benaderd door die productiemaatschappij die overigens de Witte Geit heet. Heel interessante naam. Of ik daar mee wou doen. Ik zei, nou, daar voel ik geen kloot voor. En toen zei ze, ja, kon ik zelf bepalen wat ik wilde, wat ik wel en wat niet wilde doen. Ik zei, nou, dat is één, mijn basisvoorwaarde is, blijf niet slapen. En dan is een kloterig boerderijtje, zeg, ik zie het al gebeuren. En dan moet je, maar, dat leek me niks. Bovendien ga ik altijd heel laat naar bed, dus dan zit je daar maar een beetje te zitten. Terwijl de rest al ligt te pitten. En ik ben ook tenslotte een kwart over twee weggereden. En ik heb gezegd, ik doe niet mee aan die klusjes. Als jullie daarmee akkoord gaan, dan kom ik. En ze gingen onmiddellijk akkoord. Ja, je begrijpt niet waarom, maar goed, ze waren onmiddellijk akkoord. Met akkoord. Oké, maar je gaat niet nog een keer meedoen, want het hutje is omgewaaid. Ik ga niet nog een keer meedoen. Nee, waarom zou ik dat doen? Oké. Nee, dat was een vraag. Andere vraag gaat, wanneer komt het boek, het nieuwe boek van Maarten, waar die al maanden aan het werken is? Dat hadden we af moeten spreken, dat daar geen woord over gezegd zou worden. Oh. Want? Ik schiet niet op. Ik was vrij redelijk gevorderd tot september, oktober. Toen kregen we verbouwing. Toen kreeg ik corona. Toen kreeg ik door de corona meer hartritmestoren. Nou, kortom, ja, ik probeer een beetje redelijke excuses te verzinnen. Ja, omdat je natuurlijk als je een boek schrijft helemaal rustig achter je bureau zit en verder. Je zou zeggen, je hebt tijd genoeg. Ik heb 34.000 woorden geschreven. En iedereen weet zo langzamerhand wel wat de werktitel was. Het is namelijk een korte geschiedenis van de eerste twee decennia van de nieuwe eeuw. Die eigenlijk in de jaren 70 begon. Dus nu ben ik nu bij de search. Als iemand dat nog iets zegt. De search is de laatste stuiptrekking van Amerikaanse hoop om nog iets te maken van de interventie in Irak. He, dan is de feit al totaal uit de hand gelopen. En dan wordt Bush geadviseerd, stop ermee, ga praten met andere naties in het Midden-Oosten. En dan komt hij met die surge, die wonderbaarlijke wijze vrij redelijk effecten had na enige tijd. Dat kwam dat Petraeus, als u zich die nog herinnert, ja, tenslotte is die via de achterdeur afgevoerd, omdat hij het ook weer met zijn secretaresse deed. Ja, ik wil verder niemand adviseren op dit punt. Maar doe dat nou niet. Zoek een vriendin van uw vrouw uit of zo, of weet ik veel wat. Maar niet je. Want je loopt, weet u nog, hoe heette die man toch ook weer, die zogenaamd in die villa van Poetin had geluisterd naar de vreselijke plannen van Poetin. Die VVD'er die minister van Buitenlandse Zaken was. Halbe Zijlstra. En het is staande regelgeving in daar, dat hij was toen staatssecretaris van Defensie, als ik het me goed herinner, dat je het niet doet met de adjudant die je krijgt. Die adjudant is meestal een vrouw, die ook zo'n uniform aan heeft en je dan 's ochtends met zo'n passerauto komt ophalen. En ja,
Hij is er weer voor gevallen. Ik vind dat zo suf. Ja. Ik ben het dat soort... Wat, ja, CDA, dat wel. Jack de Vries, ja. Was dat... Oh, wel en... Oké. Okay. U heeft gelijk. Ja, hij heeft gelijk. Ja, die VVD'ers doen dat niet natuurlijk. Ja. Maar goed, het is even erg. Zal ik maar zeggen. Ja, Jack de Vries. Zo was het. Heel goed. Ik weet wel, ik zat eens bij Matthijs van Nieuwkerk. En die Jack de Vries is zo'n popiopie-filie-type. Spindokter. Hij begon ook een gezellig gesprekje. En tenslotte deed hij zijn arm om me heen. Oh. En wat moet je dan doen in zo'n geval? Heeft u een tip voor mij? Je kunt niet zeggen, flikker op. Lullen. Ik moet u zeggen, nu we het daar toch over hebben, u bent er zelf over begonnen. Grensoverschrijdend gedrag. Het is weer typisch een voorbeeld van iets wat natuurlijk op zichzelf juist is. Dus niets tegen in te brengen. Het zal overigens vanzelf veranderen. Naarmate de tijden veranderen, daar ben ik heilig van overtuigd. Maar het krijgt direct alweer zo'n rare hysterische grondtoon. Dat je denkt, ja, kom op. Hè? Denk aan die arme Lubbers. Die Amerikaanse vrouw aan de billen had gevoeld. Dat deed Lubbers bij iedereen, heb ik altijd gehoord. En ach, met Ria, nou ja. Is dat zo verschrikkelijk? Want je kunt toch ook zeggen dat zijn allemaal in principe... hoe moet je dat zeggen, autonome en daadkrachtige vrouwen van Ruud Haaienpoten thuis. Dat kun je toch zeggen? Is dat onzin? Heeft u het wel eens geprobeerd bij Ruud? Ik ben nooit aan mijn billen gevoeld ongewenst. Maar het wonderlijke is dat... Ja, dit verhaal krijgt een wonderlijke wending. Nu ik daarover doorga. Homo's hebben nooit enige interesse in mij gehad. En ik was wel lichtelijk teleurgesteld daarover. Want mijn zwager namelijk, nou, die kon ze niet van zich afhouden werkelijk. Nee, dat was ongelooflijk. Als mijn zwager met vakantie ging, ik weet niet. Het leek net alsof hij een speciale attractie aan boord had. Die ik er zelf nooit in heb gezien, maar goed. Jawel, ik vind wel dat je kunt zeggen, stop daarmee. Ik geef toe dat daar waar gezagsverhoudingen zijn, ligt dat altijd moeilijk. Daar ben ik weer van overtuigd dat dat wel veel minder zal worden... naarmate de vrouwen natuurlijk ook gezag hebben. Ja, waarbij dan natuurlijk wel het gevaar dreigt... dat, nou ja, ik begrijp waar dat heen gaat. Maar, ja, begrijp dat er vrij eenzijdig geapplaudisseerd wordt. Maar... U zou dat op zichzelf enorm vermakelijke interview moeten lezen... met die drie bejaarde dames in de kwaliteitskrant. Dat is nogal wel vrij onthullend, eerlijk gezegd. Ik ga er niet uit citeren, dus het is zoals vorige week, als ik het maar goed herinner. Drie dames van dik boven de 70. Ja, ik vind toch dat er een hysterische ondertoon in zit. Dat je denkt van, kom op jongens. Dat is in mijn geval. Dat is in mijn geval niet zo bedoeld. Ik ken grote hoeveelheden hysterische mannen. We kunnen het misschien op één punt eens worden. Dat je vrijwel evenveel gekke mannen hebt als gekke vrouwen. Ja, dat dacht ik al. Daar kunnen we het alleen voor eens worden. Maarten, om het punt hier eventjes. De punten zijn gemaakt, de standpunten zijn helder. Hoe lang denk je dat we bezig zijn tot nu toe? Half uurtje, ja. Het is volgens mij bijna 10 uur. Dus dat betekent dat wij langzaam moeten gaan afronden. Hoe vond je het? Mag ik nog een retorische vraag stellen? Heeft u waar naar uw geld gekregen? Ik zie nog geen dames met bloem in de coulissen staan, hoor. Nee, dat is waar. Maar die zijn er vandaag volgens mij ook niet. Dat was vreselijk. Ze heeft er 3 kwartier gestaan. Ja, ik had dat totaal niet opgemerkt.
En laatst sprak ik voor het eerst na het afschalen van de, wat een woord ook, van de maatregelen in Tilburg. En daar ging op een goed moment een rode lamp branden. Dus ik dacht, wel gek, een rode lamp, wat zou daar goed voor zijn? Een soort stoplicht of zo, zou dat het zijn? Ja, dat was het theater, ik moest er meteen mee ophouden. Ik vind het wel fijn dat hier geen rode lampen gaan branden. Of dat er een sirene afgaat of zo. Ik ben een beetje de rode lamp. En ik, jij bent de rode lamp, oké. Okay. Ja. Ik wil jullie heel hartelijk danken. Het was voor ons de eerste keer dat we dit in deze vorm hebben gedaan. Dat was heel speciaal en we vonden het heel leuk dat jullie erbij waren. Dus grote dank en groot applaus voor alle vragen die gesteld zijn vandaag. Dankjewel. Ja. De 5 april, mocht je het zo leuk vinden, dan is er een tweede live podcast. Dan zitten we ook hier weer in deze schitterende zaal. Dankjewel aan Tivoli Vredenburg voor alle organisatie. Goed thuis voor straks. En deze podcast, die kun je binnenkort terugluisteren, want we gaan hem in alle apps zetten. Dus alles wat gezegd is, dat wordt nog een keer in ieder geval gepubliceerd. Dankjewel Maarten, dank en goed thuis voor straks. Dankjewel. En men wilde een totaal nieuwe samenleving creëren. Een rechtvaardige samenleving. Voor het eerst in de menselijke geschiedenis zou een waarlijk rechtvaardige samenleving tot stand worden gebracht. En bovendien een waarlijk moderne samenleving. Maarten van Rossum over de geschiedenis van de Sovjet-Unie. En we weten allemaal dat het eigenlijk heel anders gelopen is toen het experiment eenmaal was gestart. Het luisterboek staat nu voor je klaar. Download het via het linkje in de beschrijving. De impact van die revolutie is enorm geweest. Misschien is het wel in allerlei opzichten de meest, ook tegelijkertijd de meest invloedrijke politieke gebeurtenis van de vorige eeuw geweest.